welkom bij een nieuwe vlog van SKR. Dit keer een ander soort vlog. Vandaag gaat team SKR op bijscholing. We gaan naar Amsterdam. Het is zaterdag en het is vroeg. Maar bij vroege ochtenden horen Joos haar heerlijke koffietjes. Voor het geval jullie denken, wat heeft ze bij haar oog? Dat turntraining geven is niet geheel zonder risico's. En hebben ze vandaag wel wat tips voor me, zodat ik ze dat soort elleboogjes beter kan ontwijken. We rijden inmiddels bij Schiphol. Daar is het echt super druk. Iedereen gaat lekker op vakantie. Er staan alle vliegtuigjes al klaar. Die zijn nu weg. Wauw, hier komen ze weer. Oh hier, kijk. Heel veel vliegtuigjes. Joost, hoe leuk zou het zijn als we daarin gingen? Ja, zullen we omkeren? Wij staan linken. Ingeschreven en we hebben lunch. Lunch. Lekker. Goedemorgen. Vlogje vandaag, leuk voor de kijkers. Dag. Joost, doe ze mee dan. Als je de duim omgaat, gaan de duim tussen de eerste twee vingers. Lesje coördinatie. Ah, die kunnen we wel. Ja, die is wel. Kan ik op oude dag zelfs nog? Op hier dat voor je. Onszelf laten inspireren. Oren zijn bedekt, hoofd is neutraal, dus ze kijkt naar voren. Haar ribben zijn lang en bol, dus ze heeft dus een hollerug. Kijk eens open, maar voorstel. Dit is open en nu lang maken betekent hangen. Dus dan is de ribben zijn hier. Oké? Okay. Zo, wat doe je? Het ziet er ook echt onprettig uit. En dan gaan we naar dit. Hier, met een afstand, een D'tje bij staat, betekent het dus dat het een danselement is. Staat er dus niks bij, dan is het dus een aqua-element. Hey Henk, hoe was het bij jou? Wat heb je gedaan? Dat was alles gewoon lekker rustig. Lekker airtrack. Ja, lekker airtrack. Kijk, we hebben een broodje. Ja, die is Weppers, die hebben ook weer een mooie dag. Wat heb jij? Pitjes. Pitjes? Pitjes. Ik heb zelf niks gedaan. Ik denk, ik ga niet springen vandaag. Lekker. Het was wel jammer, als ze deden wel aardig weer salto, als we nog een keer kunnen gaan. Henk, dat was wel gaaf geweest als je dat had gedaan. De laatste keer is 3 jaar geleden dat ik dat gesprongen heb. Toen dacht ik van, als ik 70 ben, doe ik het niet meer. Dus, nu doe ik het niet meer. Mogen we dan je leeftijd van nu weten? Ja, die mag je weten. 72. Jemig. Dat moeten wij nog maar eventjes zo actief zien te halen. Ja. Ja, joh, dat lukt wel, joh. Niet zo moeilijk. Gewoon lekker blijven gymmen, lekker bezig zijn. Dingen doen die je leuk vindt, dan kan je 100 worden. Daar ging die wel naartoe. En, kijk, die, dit liggen dan. En ik klikte, maar hij ging gewoon verkeerd. Dat team genieten. Dus ik moet gewoon... Hey, welke gaan jullie nu doen? Ja. Kriek met elastiek. Voor ouderen hoor, toevallig. Dus voor mijn doelgroep. Kriek met elastiek doen. Mijn doelgroep. Ja, en beweeg op muziek. Want ik doe ouder peutergym. Dat is mijn doelgroep. Ja, enorm. Ja, Peter, Nijntje. Ja, Nijntje. Ja, die moet ik ook nog hebben. Voor te verstoppen. Wij gaan airtrack doen. Vorige keer was mij. Oh, dat is leuk. Hij heeft wel een leuke verhaal. Van een Belg. Joyce, draaideur, vertel even. Ik heb blijkbaar draaideurangst. Ja, die deur in je hielen. Net als heeft ze 3 keer getwijfeld. Ja, we twijfelen alleen maar. Wij hebben alles al gekregen. Wij hebben alleen maar van de zon. Nou, moeten we ons even aanmelden? Hier is het ook. Dus gaan we het nog een keer doen misschien? Oh, zo. Kan ook heel dichtbij, hè? Dit is de hel- op de helft van de dag zie je de hoofden steeds meer veranderen in gymzaalhoofden. Niet charmant. Klaar was het. Kijk, we hebben nu les van een Belgische meneer. Hij is zo grappig. Hij staat daar. Ja,
zeg maar. Maar het is wel werk. Kunnen jullie haar al een beetje tegenhouden? Hey, dag 1 zit erop. We gaan op naar morgen. Doei. Tot morgen. Wat een heerlijke rust op zondagochtend. Als het goed is, komen ze zo van die kant. Goedemorgen, dag 2. Vandaag is Joyce onze chauffeur. Joost is de navigator. Zo. Ik heb hier zonder bril op. En vandaag hebben we een nieuwe. Vandaag is Jacqueline mee. Super nieuw. En Ellie, Sanne en ik. En Henk die komt zelf, want die gaat alleen de ochtend vandaag. En Ellie gaat samen met Mimi de ledenadministratie doen. Jullie mijn deal. Ik kan haar je deal, ja. Oh. Niet jij ook. Was te gefocust op de vlog, sorry. Laten we de dag goed beginnen, want Joost had vandaag geen koffietjes mee. Maar Joost verzorgt de koffie vandaag wel. Dat komt dan weer goed. Hoe ging het in de draaideur, Joyce? Goed hoor. Hij zit een beetje vol. Zag je net zo'n zwarte kort kop vandaag? Ja, ik moest even... Met zo'n koffie. Nee. Met een koekje. Met een koekje. Hi. We zijn halverwege. Even een beetje zo. We zijn halverwege. Het is best leerzaam dit. Mega turnhal hier. Heel veel dikke matten. Hadden we die maar. Nou, op een manier. Dus, zitten te lopen, te vangen, te zitten. Ja. Wat zeg je nou? Te lopen, te vangen. Yves doet ook nog iets vandaag. Ze is zwaar opgestaan en nu is ze allemaal dingen aan het tillen. Zeer actief. Kijk, zie je de vermoeidheid? Hij is wel beter. Beter al, hè? Beter al, hè? Ja. Als je hier een foto maakt, blijft het dat bootje. Ja? 2, 1, heel goed. Oké, ik kom. Dat zag ik uit. 5, 4, 3, 2, 1. 2, 3, 4, 5. Ja, we zijn weer afgelopen. Ja. In mijn ogen. We zijn echt top. Wat leuk. Heel leuk. Oh, ja. Zo, jullie zijn echt heel hard geweest. Ik heb ook een auto. Nee, jij gedaan? Ziet er gewoon normaal uit, maar hele lessen bootcamp. Iedereen moest dingen verzinnen en moest je dat gaan doen. En aan het eind ging zij nog even bootcamp geven. Nou, toen lag je er af. Maar Henk, is er ook nog? Ja, Jo en Bo was er. Wat deed jij vanochtend? Kleuters? Bewegen met kleuters. Bewegen met kleuters. Ja, bewegen met kinderen was het toch maar. Ja, dat was wel aardig. Ik heb al een lunch te pakken. Wij gaan ook eventjes die kant op. We gaan ook lunchen. Oh, hij leeft nog steeds. En wat voor truc hebben jullie? Hij gaat niet vliegen hoor. Een truc en ik loop zo die zaal. Zo, we gaan even op de groepsfoto. Ik heb mijn zonnebril af. Doe jij anders even zonnebril af? Cheers!
Yves mijn eigen zonnebril voor het oog. Bedankt. Olifanten. Olifanten. Willen jullie even samen olifanten misschien? Alsjeblieft. Ik was er niet bij, maar... Je weet wel hoe het gaat, hè? Nee, ja, wel zo, kijk. Wat gaan we doen? Ik weet het niet. We gaan motorisch leren. Motorisch leren. Oh, dat bedoelde je. Ik dacht dat we nu gingen doen. Oh nee, dat is een skippiebal. Ja, nee, maar dit is het zonder ding. San is daar bij het groepspringen, daarachter. Daar hebben we er ook één van. Oh. En Jack de voet is hier en Jack moet er ook. Dan kunnen ze eigenlijk niet meer dan omhoog, want anders komen ze er tegenaan en is het signaal duidelijk. Oh, dat was te laag. Dat moet over. Dat was hem, we zijn weer klaar. Alle punten zijn binnen. Nou, doei! Jullie zijn nog niet van ons af. Doei!